Ja, dit doet pijn. Dit tref je tot in het diepst van je hart. Ze zijn echt alles kwijt, ja. Alles. Ze hebben helemaal niets meer. Zwaagdijk Oost was in rep en roer vannacht, toen een woonboerderij aan de Zwaagdijk vlam vatte. De bewoners, een jong stel, willen niet voor camera verschijnen, maar de moeder van de man vertelt hoe ze hun leven te danken hebben aan het waarschuwende geblaf van hun hondjes. Ja, die hondjes zijn helden. Dat zijn echt helden. Het zijn kleine hondjes, Jack Russells, 3 stuks. Maar zij hebben gezorgd dat ik nog mijn zoon en mijn schoondochter nog heb. De bewoners kochten het pand een jaar geleden en waren nog druk aan het verbouwen om er hun droomhuis van te maken. Ze wilden dit helemaal naar hun eigen smaak gaan verbouwen en inrichten. En ze waren al een heel eind op weg. Dus ja, dit pand was hun paleis in de toekomst. En patsboom weg. Dus je droom spat uit elkaar. De brand ontstond waarschijnlijk in de garage. Maar de precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Van alle kanten stroomde de hulp toe. Er zijn meerdere buren die hebben aangeboden dat ze daar zouden kunnen slapen. Vannacht opgevangen, of vanochtend heel vroeg opgevangen met in een huis 2 huizen verderop. En dit moest echt hun droomhuis worden? Dat was wel de bedoeling, ja. Ik hoop dat ze ooit die kans weer krijgen. Dat ze een droomplekje terugkrijgen.